Even voor de duidelijkheid. Jij bent vrouw Wasman. Jij bent nog vrouw Wortman. Maar je bent zwanger. Ik ben op dit moment zwanger. Zwanger. Ja. En als jij, dat is duidelijk, als jij man wil worden en je bent zwanger, dan is dat dus even op dit moment ook een vreugde, want je krijgt een kind. Ja. Maar het is ook even een beperking, denk ik, voor jou. Ja, ergens wel. Maar je krijgt er iets moois voor terug, denk ik dan maar. Dus ik heb voor de rest van mijn leven plezier ervan, samen. Dus ik offer me als het ware op nou op dit moment. Ja. Zo ervaar je het ook? Ja, ergens wel, ergens niet. Ik dacht dat het moeilijker zou zijn. Ik voel me natuurlijk niet altijd op en top. Maar ik moet zeggen, ik geniet er wel zoveel mogelijk van. Alleen, we hebben het natuurlijk heel druk met draaien en zo. Dus, met de reality show die gemaakt wordt. Ja, precies. Nou, en ik vraag het, normaal gesproken, als een vrouw zwanger is, dan is het, ik voel me optimaal vrouw. Een beetje die roze wok is ook soms een beetje overdreven. Maar als jij je man voelt en dan zo'n optimum vrouwenmoment moet ervaren 9 maanden lang. Ja. Lijkt me ook niet altijd even prettig om dan op die manier in je lijf te zitten, of niet? Ja, dat klopt. Ik zeg eigenlijk ook tegen Louise telkens van, ja, ik voel me nou niet optimaal man, zoals ik dat normaal heb. Het zijn toch met name de borsten die gaan groeien. Ik draag natuurlijk transgender hemdjes en die mag ik nog dragen. Wat zijn dat, transgender hemdjes? Dat zie je dus ook in de serie. Dat is een hemdje wat je borsten eigenlijk wegduwt. Oh. En ik moet zeggen, ik ben van een cup A naar een cup C gegaan. Dus, die kan je moeilijker wegduwen. Het gaat heel hard, ja. En hoe is dat voor jou om dit nu zo te ervaren? Naast je partner van 17 jaar al. Ja, ik ben wel heel blij dat het allemaal gebeurt nu eigenlijk. Waarom wilde u het zo graag? Nou, we hebben er wel echt over getwijfeld hoor. Want we hadden wel zoiets van, kijk, ik ben natuurlijk ook als kind gepest geworden. En het was allemaal niet zo makkelijk voor mij. Dus ik denk, dat wil ik mijn kind niet aandoen. Dus laten we het maar niet doen. Maar ja, nu zijn we al 17 jaar samen. En we hebben er echt heel lang over gepraat. En hadden zoiets van, weet je, neus omhoog. Er zullen altijd rotte appels zijn in de wereld. En er zullen altijd mensen commentaren. Maar ik heb zoiets, ik heb er gewoon lach aan. We gaan er gewoon voor. En we gaan gewoon een mooi kindje krijgen. En, ja. Nou, je merkt eigenlijk ook dat het taboe minder is. Snap je? Het taboe maar jullie hebben twee taboes. Het transgender zijn kan een taboe zijn en het krijgen van een kind als transgender. Ja. Ja, okay. Ja. Kijk, ik zeg heel eerlijk, we hebben natuurlijk al langer een kinderwens. En als wij daar niet over na hadden gedacht, dan was ons kind misschien nu al 10 jaar geweest. De wens is op een gegeven moment heel groot geworden. En zo groot dat ik bewust heb gewacht met in transitie te gaan naar man. Dus ik heb met 27 tegen Louise verteld van, mijn wens is heel groot om een kind te krijgen met jou samen. En natuurlijk wist ik al dat het voor Louisa fysiek niet meer mogelijk was. Dus daar hebben we heel goed over moeten praten. En ja, we hebben natuurlijk ook bewust nagedacht van, hoe moet het kind er dadelijk mee omgaan? Ja. Snap je? Dus het is niet zo dat we dat gewoon even zo beslist hebben. Dat niet. Maar wij merken gewoon dat de acceptatie steeds groter wordt. Vooral hier in Nederland. En als je zo kijkt in het buitenland, wordt het ook wel hier en daar wat meer geaccepteerd. Dus ik denk gewoon, wij moeten voor ons eigen geluk gaan. En ik weet dat ons kind alles van de wereld zal krijgen. Dus, dat is toch het belangrijkste? Ja, dat vind ik ook. Niet dat kiezen, vind ik ook. Kijk, ik kan niet zeggen van, of zij kan niet zeggen, ik ga even de wc op en ga dat even doen of zo. Ja. Dus het is voor ons niet weggelegd. Hè? Ik kan het niet meer kiezen. Dan had ik het heel moeilijk. Veel eerder bij na moeten denken. Ik heb ook zoiets van, ik was heel naïef op dat moment. Ik had zoiets, het moet eraf en ik wil vrouw zijn. Ik wil in een bikini kunnen zwemmen. Ja. Maar achteraf denk ik, shit, had ik het toch maar bewaard. Nog je eigen sperma bedoel je? Ja. Heb je niet gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Dus als ik echt een transgender spreek, zeg ik, denk er goed over na voordat je het zakje laat doen. Want ooit komt die wens dat je toch kinderen wil en dan kan het niet meer. Wat zei je nou? Je zakje weg laat doen? Zakje, weet ik wel. maar toen hadden jullie wel al een gesprek daarover, voordat je chakkie had gedaan, toch? Ja. Ja, wel. Hadden we wel gedaan, ja. Maar ik had zoiets van, nee, ik ga niet op een kamertje met een boekje kijken en dan naar mijn dingen. Nee, dat ga ik niet doen. Laat me zitten. Nee, maar ook bewust nagedacht. Nou ja, nee, dat wil ik niet. Nee, maar ook bewust nagedacht van, wij werden in die tijd, ja, ik zeg heel eerlijk, we werden best wel veel uitgelachen en belachelijk gemaakt door de maatschappij om ons heen. En kijk, wij zijn daar inmiddels aan gewend. Ja. En we zijn uitgehard daartegen. En toen hadden wij echt zoiets van, nou, koste wat het kost, wil ik dat ons kind gewoon niet aandoen. Snap je? Dus, maar ja, nou dat wij ons verhaal hebben kunnen doen dankzij de tv en dankzij de zender TLC zijn we zo mooi in beeld gebracht geworden. Dat
je merkt gewoon dat we van alle kanten respect krijgen. En toen werd de wens eigenlijk alleen maar groter. Weet je wat ik merk? En misschien